Hello, lovely viewers of Omroep Brabant, die Europa Wallen stay voor de tour. Ce n'est pas évidemment le sujet le plus passionnant, mais laat me je vertellen waarom het ook voor jou belangrijk is om meer te weten over de Brabantse vinger in de pap in Europa. Op naar Brussel, het kloppend hart van de Europese Unie. Welkom in Europa, jongen! Hier in Brussel werken Europese landen samen om afspraken te maken over belangrijke thema's op politiek en economisch vlak. Maar ze behouden wel hun eigen wetten en cultuur. Miljoenen euro's uit Brussel komen naar Brabant toe, maar dat geld stroomt niet vanzelf. Om zoveel mogelijk geld binnen te harken en om invloed te hebben op de regels die hier gemaakt worden, maken lobbyisten zich hard voor de provincie en zorgen ze ervoor dat Brabant hoog op de Europese agenda komt te staan. Maar hoe doen ze dat eigenlijk? Als ik aan lobbyisten denk, dan denk ik aan mensen die stiekem achter iedereen's rug om de politiek proberen te beïnvloeden. Maar hoe dat in dit geval zit, daarvoor ben ik bij een stukje Brabant in Brussel, het huis van de Nederlandse provincies. Hi, welkom. Hi, welkom in het huis van de Nederlandse provincies. Ja, Lieke. Hoi. Hoi. Machteld. Ja, een stukje Nederland in Brussel. Dat is het zeker. Absoluut, ja. En ook zeker een stukje Brabant in Brussel. Want we zitten hier wel met alle 12 provincies in één huis. Dat is hartstikke mooi. Maar wij hebben de eer en het genoegen om te mogen werken voor de mooiste provincie. Ik ben benieuwd. Ja. Ik volg jullie. Ga maar mee. Hier gebeurt het. Ik noemde jullie net al even lobbyisten. Wat vinden jullie zelf van die term? Dekt dat de lading een beetje? Nou, wij zouden eerder zeggen public affairs professionals, maar dat is zo'n moeilijk woord. Maar eigenlijk willen we daarmee zeggen dat het meer is dan alleen maar het lobbyen. We informeren heel veel over die Europese regels en wat die voor Brabant betekenen. Dus ja, lobby, ja, maar wel meer dan dat. Voordat we verder inzoomen op de Brabantse lobby, laat me eerst even je geheugen opfrissen over hoe het nou precies in elkaar zit in de Europese Unie. We zijn in België, dus lijkt me goed om dat te doen onder het genot van een lokale lekkernij. Ik heb een minuutje nodig. Sanne, hoe snel drink jij een biertje? Dat heb ik zo op, hoor. Oké, laten we een wafel doen. Oké, ben je ready? Oké, go. In de Europese Unie zitten 27 lidstaten. Het is een samenwerkingsverband. Binnen de EU zijn er verschillende machten die elkaar controleren. De meest bekende macht, het Europese parlement. In Nederland vergelijkbaar met de Eerste en de Tweede Kamer samen. Hier wordt gestemd over wetten en begrotingen. Recent bijvoorbeeld dat alle opladers voor telefoons voor ieder apparaat gelijk moeten zijn. En ook wordt bepaald hoeveel subsidie er naar universiteiten gaan. Het parlement stemt over wetten en begrotingen. Maar wie maakt ze dan? Nou, dat is de Europese Commissie. Daarin zitten 27 eurocommissarissen. Voor ieder land eentje. Voor Nederland was dat lange tijd onze europapa Timmer Frans, maar nu is dat Wopke alias Woppert Hoekstra. Hey, Woppert. Daarnaast zijn er ook nog een hoop raden en commissies, maar dat ga ik je besparen. Wil je er meer over weten, kan je lekker zelf uitzoeken. We hebben jullie op. Hebben jullie op? Ah, ik was ook iets sneller dan een minuut. Ja. Cheers. Op. Genoeg gesmikkeld. Terug naar het huis van de Nederlandse provincies. Daar kan Lieke me wat meer uitleggen over waar ik haar werk nou eigenlijk terugzie, bij ons. Wij zetten Brabant hier op de kaart, dat is onderdeel van ons werk. Wij positioneren de regio. Kan je denken aan een sluis in Tilburg die Europese financiering ontvangt, maar ook over een school, een universiteit die geld krijgt om onderzoek te doen. Oké, even over die sluis. Die gaat verbreed worden zodat er grotere vrachtschepen naar Tilburg kunnen komen. Bijvoorbeeld vanuit de haven van Rotterdam. Dat is heel belangrijk voor de ontwikkeling van de stad. Gebeurt waarschijnlijk met een deel Europees geld, dankzij het goede woordje van Lieke. Maar al het goede kost tijd. Dus zulke ontwikkelingen duren jaren. Het is nu 2024. In 2028 gaat de nieuwe meerjarenbegroting van start. Dus dit is het moment waarop wij al actief worden om daar dan ook invloed op uit te oefenen. We zijn hier nu bij het Europees Comité van de Regio's, heet dat. Dat is een van de twee adviesorganen van de Europese instellingen. En dit is de Economische Commissie vandaag. En vandaag is een belangrijke vergadering, want vandaag worden er verschillende rapporten verdeeld. En er is een belangrijk adviesrapport die voor Brabant heel belangrijk is. En wij hopen dat we dat vandaag binnen gaan halen. Zo.
Mijn rol hier is eigenlijk om onze gedeputeerden, dus Martijn van Gruithuizen, hier zo goed mogelijk op voor te bereiden. Om ervoor te zorgen dat hij de juiste stukken heeft. Om ervoor te zorgen dat hij spreektijd krijgt op de belangrijke dossiers die hier worden besproken. En ook om ervoor te zorgen dat we eigenlijk hier bereiken wat we als Brabant willen bereiken. Ja. Terwijl Machtel de gedeputeerde, een soort minister namens de provincie, nog wat laatste adviezen toefluistert, duik ik met Lieke verder de Europese wijk in. Ja, jij woont in Brussel, jullie wonen allebei in Brussel. Ja, hoe is dat als Brabander? Ja, dat is wel heel bijzonder, omdat dit een stad is waar heel veel verschillende culturen samenkomen. Als jij hier over straat loopt, dan hoor je makkelijk 5, 6 verschillende talen. Brabant zit daar dan niet bij, maar ja, een klein beetje door ons misschien. Veel talen hier, geen Brabants dialect, geen worstenbroodjes, geen worstenbollen. Hoe hou je dat Brabanderschap hier levendig? Nou, die worstenbroodjes stop ik gewoon in de kofferbak als ik in een bos geweest ben. En dan lukt dat voor mezelf wel. En verder ja, ervoor zorgen dat Brabant hier op de kaart staat. Dus vertellen over wat de regio is, wat wij belangrijk vinden. Binnenkort gaan we ook wel weer eens hier een Brabantse netwerkborrel organiseren. Waar we dat dan ook weer kunnen doen. Club d'abord. Émanouée dans le fraîche décor. Fatigué d'être en laisse des sorts, jeté sur nos restes, j'adore, j'adore le dessin de tes gestes, d'accord, d'accord, j'en ai trop vu peut-être, j'ai tort. Un croissant s'il vous plaît. Misschien wel geen worstenbroodje, maar hier was ik wel aan toe. Waar staat Brabant dan hier in Brussel onbekend? Innovatie en samenwerking. En dat klinkt misschien heel cliché van ja, samenwerken doet toch iedereen, hè? Want samen kom je verder. Maar dat is niet zo evident in alle Europese regio's. Het is echt wel bekend bij ons dat wij, dat bedrijven, overheid en kennisinstellingen, dat die makkelijk met elkaar contact maken en ook gezamenlijk kijken, hey, wat voor uitdagingen hebben we en hoe kunnen we samenwerken. Dat ecosysteem van samenwerking en elkaar weten te vinden, dat is wel echt iets waar wij als Brabant op gevonden worden. Dat we gewoon ja, een provincie zijn, een Europese regio zijn die ontzettend innovatief is. En die daar ook echt iets, niet alleen maar het zegt, maar het ook doet. Over die regio's gesproken, Machtel gaat weer terug naar het Europees Comité van de Regio's. Ja, vertel, wat is het geworden? Ja, nou, het is gelukt. Wij mogen als Brabant de pen vasthouden ten aanzien van dit belangrijke dossier op de Europese interne markt en concurrentievermogen. Dat is hartstikke mooi. Dus dat gaan we in samenwerking met al onze Europese partners doen. Wij zijn degene die de input gaat ophalen. Ja, trots ook? Ja, ontzettend trots. Ja, we zijn ontzettend blij ermee. Ja, dit is echt het dossier waarvan we zeggen, dit is echt een Brabants dossier. Dus hier hadden we onze zinnen opgezet en dat is gelukt. Dus dat is echt, daar zijn we ontzettend blij mee. Wordt dat dan nog gevierd straks als jullie klaar zijn? Er wordt nog wel geproost, ja. Brabant heeft dus wel degelijk invloed hier in Brussel en andersom. Dat zie je niet alleen aan de regeltjes, maar dat merk je ook in de openbare ruimte. Aan projecten die gefinancierd worden met Europees geld. De impact van de Europese Unie is groot en Lieke en Machtel doen hun best, zodat wij Brabanders daar optimaal van kunnen profiteren. Maar ook jij hebt invloed, want jij bepaalt wie er in het Europees Parlement komen. 6 juni mag je weer stemmen voor de Europese verkiezingen. Wil je weten op welke Brabanders je kunt stemmen? Kijk dan op onze website en app. En ook mijn dag zit erop, dus wij proosten mee. Pintje? Lekker!